wat je gebroken hebt, die golf is die talent dat God elke keer van ons geeft. En toen moest ik elke keer een prikje kijken van mezelf, Amorij, ik heb nog een heel warm geval van mijn wijs, en zij heeft een prikje gekeken en gezegd, zij is lief van hockey en sport en zij houdt van liefde eigenlijk of aan mensen. En zo heeft elke keer hun golf is weer geschreven of getekend, nee, want God heeft elke keer van ons uniek en speciaal gemaakt. Dus dit is wat ze morgen afgelegd. Ik moet zo'n kapkijkprentje voorzien. Wie van jullie was aan het houden? Wat was het doel van die kerstje? Jezus, jij ook. Ja, mooi. Ons het gezien, je moet een kerstje inplant in jouw kapkijk. En dit is dus wat de Heilige Geest in jouw leven ingeplant is. En die kerstje is een van die kerstjes dat je gaat doen blazen. Dus ik heb ons wat kerstjes in blazen. En dan als we spullen of twee boek, dan draai je vrouwtje weer. En dan blazen we dan boek. Ik ga ons vooral van wat gaan ik hier. En dit is als je een punt van je is, hoe dit ook is die Heilige Geest. Hij is in jou. Je kan jou niet zo ons vooral van, jij is daar. Zo ons kan hem gebruiken, ons kan deel om leef, nee? En toen, het al hier gemaakt. Wie van jullie kan onthou wat ons hier gezien? Die hartje was fijn. Lief je dat hulle een mosje van vanaf op zo'n eigen boom kom red. En hij heeft verkoeien gaan helpen. Nou, toe sê ons, alles moet jy doen in Godse liefde, en dis wat vir die kruis is. Die Heilige Geest en die liefde van God gaan saam. So jy moet nie doen om belangrik te wees, of jy bedink is beter as ander nie, jy moet doen wat jy wil doen met liefde, om ander te help, nee, die Heilige Geest. En toe die laaste avond, toe het ons een vlakkie gemaakt, kan jy onthou, wat het nie gebeur? Gepaar nie iemand? Wat het nie gebeur? Die vlakkie was, toe hy die geest uitgespoeld is, toe al vlakkie boom, die man is koppig gekom, en toe het hy uitgegaan, en in verskillende tale gaan praat, nee, God het elke een taal gegeven in verskillende mense was, want toe kon hulle die woord van God bring, en alle mense is een moeder taal. En kan jy onthou, hoeveel mense het tot die kerk gekom? Dat het was nie een huisje die iemand het gehoor, die huisje was? En dat jy het gehoor, dat jy het drie dapen, mooi, 3000, baie mooi, twee dapen. Toen 3000 mense tot die kerk gekom op een dag, is dit nie awesome, nee? Dit is wat God kan doen, dit is wat hy gesprek doen. Niks is onmoontlik vir hy gesprek doen. Nou wat dan vir die versie lees uit Galasiërs, 5 vers 25, daar staan. Ons leven deur die Gees, laat die Gees nou op ons gedrag bepaal. Nou eind van al wat nie vandag. Kijk hoe gauw lyk aan die pot vandag. Lyk het of sy enige lewe in waar het? Nee, nee, drink jy aan op en hy net so in die poppenkast verskyn. Ek gaan nou nie eers dit as die poppenkast nie, want ek sit al nie daar mee. Ek gaan sy kan praat. Nee. Wat koor sy? Een stem. Een stem, mooi. En dan mond. Wat dan mooi nie. Ok, nee. So as ek nou my mond nie inzit, want sy is al mond op. So hier, ek het
lewe deur die Heilige Gees te leef en nie deur jouself nie. Is dit reg? Groot uitdaging. Is jy reg vir dit? Ek wil graag hoor hoe jy gegaan.